De geschiedenis van de plantage Kerkshoven aan de Warapakreek is vanaf vandaag in een expositie te zien in het Nationaal Archief. Hiervoor heeft vanmorgen de opening plaatsgevonden van de expositie uit de schaduw van het diorama Plantage Kerkshoven. Deze expositie is georganiseerd door het Nationaal Archief Suriname in samenwerking met Valkhof Museum in Nederland en Museum Bakkie in Kommerwijnen. Tijdens de tentoonstelling wordt een replica van het diorama, oftewel kijkas, die Plantage Kerkshoven in beeld brengt, voor het eerst aan het publiek getoond. De hoogwaardige replica is gebaseerd op een origineel diorama van Plantage Kerkshoven dat in 1823 is gemaakt door de Surinaamse kunstenaar Gerrit Schouten en behoort tot de collectie van Valkhof Museum. Kerkshoven was een plantage waar ongeveer 140 tot slaafgemaakte mensen gedwongen woonden en werkten. Rita Chinfu, directeur Nationaal Archief Suriname, zegt dat het diorama niet alleen de geschiedenis van de plek weergeeft, maar ook het verhaal van de mensen. Er is daar een paneel over Blakamang Broko Busi. Het gaat om hoe slaafgemaakte de mensen het oerwoud hebben bedwongen. En daar gaat het verhaal over. Natuurlijk gaat het om het diorama van Gerrit Schouten. Dat is het decor. Maar het gaat belangrijk voor ons, gaat het om het verhaal van de mensen die hebben gezwoegd en hun tranen en hun bloed hebben gegoten op niet alleen Plantage Kerkshoven, maar die verschillende plantages aan de Warapakreek en ook Warapakanaal. Want dat is belangrijk. De eigenaars van het Bakkie Museum, Marsha Mormon en Bas Beck, zochten in 2017 contact met het Valkhof Museum in Nijmegen. Zij wezen op het belang van de kijkas die lange tijd in het depot van het museum was opgeslagen en niet door het publiek kon worden gezien. De directeur van het Valkhof Museum, Hedwig Saam, noemt dit diorama een belangrijk aspect in de gedeelde geschiedenis. Het diorama laat maar een stukje geschiedenis van 200 jaar geleden zien. En dat is net ook al aangehaald. Onzichtbaar in het diorama zijn namelijk de onmenselijke werkomstandigheden, de vredestraffen en het systeem van onderdrukking en uitbuiting. De verhalen die verborgen liggen in het diorama zijn in de afgelopen jaren door onderzoek hier en ook in Nederland stukje bij stukje, een beetje bij beetje opgediept. Het zijn verhalen van een verleden dat extreem en actueel en relevant voor de tijd van nu lijkt te zijn en blijkt te zijn. Dat komt omdat we door het diorama beseffen dat onze wereld en de verhouding tussen mensen hierin, ook 200 jaar nadat Gerrit Schouten het diorama maakte en ook ruim 150 jaar na afschaffing van de slavernij, niet zo heel erg zijn veranderd. Daarmee is het diorama een symbool voor de koloniale geschiedenis van Nederland en Suriname, maar ook voor de relatie tussen deze geschiedenis. Directeur Bas Beck van Bakkie Museum is blij dat het diorama getoond kan worden aan het groter publiek. Hij legt uit dat het diorama dat getoond wordt in NAS een replica is. Het origineel stuk staat in Nijmegen in Nederland. Speck zei dat de expositie een persoonlijk verhaal is van Marsha Mormon. Ja, voor Marsha is het natuurlijk ook persoonlijk. Haar verhaal, haar opa's opa daar geboren als tot slaafgemaakte. In de slavenregisters 1863 was hij 7 jaar oud op werkkreool, toch daar gebleven, landbouwer geworden en later zelfs eigenaar geworden. Maar die eigendomspapieren hebben we hier gevonden. Hè? En daarmee is het dan erfgenaam eigenaar geworden van die plantage in Asbakkie. De expositie uit de schaduw van het diorama Plantage Kerkshoven is tot 4 april te zien in het Nationaal Archief Suriname. Deze tentoonstelling toont ook voor het eerst onderzoekresultaten en verhalen die met het diorama verbonden zijn. Na afloop van de expositie worden replica van het diorama permanent tentoongesteld in Museum Bakkie. In 2025 opent in Valkhof Museum een tentoonstelling naar aanleiding van dit project.